We hadden gepland om in de tweede helft van het jaar open te gaan. En op een gegeven moment kon dat aanpassen naar de zomer. En nu zijn we natuurlijk eigenlijk aan het begin van de zomer zijn we al open. Dus daar zijn we hartstikke tevreden mee. Aanstaande woensdag is de officiële opening, waarbij onder andere burgemeester Bruls aanwezig zal zijn. Vanuit de winkel zijn de verwachtingen hoog voor dat moment. Ja, ik ben zelf in Apeldoorn ook geweest bij de opening. En toen merkten we echt wel mensen buiten stonden te wachten om 7 uur 's ochtends, zeg maar. Dus ik hoop natuurlijk op diezelfde interesse. En we hebben natuurlijk een aantal mooie speciale acties ingekocht. Voor zowel de woensdag, de donderdag als de vrijdag. Vaak zijn er altijd wel mensen die daar ook op afkomen. En er zijn altijd mensen die geïnteresseerd zijn van, hey, nieuwe bouwmarkt. Ik heb het al ruim een half jaar opgebouwd zien worden of misschien al langer gevolgd. En om nu eigenlijk dat te kunnen zien live, zijn er altijd wel mensen die daar toch even op afkomen. Dus ik verwacht goede dingen. Deze bouwmarkt heeft een aantal bijzonderheden. Zo is er een drive-in waar je vooral zware producten direct in je auto kunt laden. Je kunt in de winkel allerlei soorten schroefjes zelf per stuk kopen en hebben ze, net zoals in de supermarkt, een zelfscansysteem. Of dit voor extra drukte gaat zorgen en of de winkel dit aan kan, is de vraag. Nou, dat gaan we natuurlijk meemaken, maar we hebben echt ruimte genoeg, denk ik. We hebben 20.000 vierkante meter. Dus we zijn de grootste bouwmarkt van Gelderland ook. En ik vind natuurlijk zelf ook de mooiste. En niet alleen van Gelderland, maar van heel Nederland. We hebben ruimte zat voor alle mensen die geïnteresseerd zijn om even langs te komen kijken. De nieuwe vestiging is dus in Nijmegen, terwijl er ook al één staat in Duiven. Toch heeft Hornbach genoeg redenen om ook in Nijmegen een vestiging te openen. Ja, ik denk dat dit een uitstekende locatie is voor onze klant. We zijn goed bereikbaar, wat een absolute vereiste is voor ons om een locatie überhaupt te openen. En het is een stad met meer dan 180.000 inwoners. Dus dat maakt het voor ons ideaal. Duiven is natuurlijk meer georiënteerd ook op Arnhem en het achterland daar. Hier zitten we aan de noordkant van Nijmegen. Met een stad, wat ik net al zei, met 180.000 inwoners. En dat is op zich al een gebied genoeg voor ons om hier een winkel te openen.